De totaaldruk in een gascilinder is 6,40 atmosfeer. De druk van gas A is 3 keer zo hoog als die van gas B. De druk van gas C is 2 keer zo hoog als die van gas A. Wat zijn de drukken A, B en C als ze de volledige cilinder innemen? We verzamelen even onze gegevens. Ik weet dus dat mijn totaaldruk gelijk is aan 6,40 atmosfeer. En dan weet ik dat 2 keer de druk A gelijk is aan de druk C. En ik weet dat 3 keer de druk B gelijk is aan de druk A. Wat vraagt men hier? Hoe groot is druk A? Hoe groot is druk B? Hoe groot is druk C? De formule die we gaan gebruiken is eenvoudig. Mijn totaaldruk is gelijk aan druk A plus druk B plus druk C. De wiskundige truc die we hier gebruiken is om hier enkel maar één bepaalde druk over te gaan houden. Dat zal zo meteen duidelijk worden als oplossing. Ik kies hier voor druk B. Dat is de makkelijkste optie hier. 2 keer druk A is druk C. 3 keer druk B is druk A. Dus ik wil hier eigenlijk zien staan druk A is gelijk aan 3 keer druk B. Dus je ziet, we hebben nu al druk A in functie van druk B geschreven. Ja, druk B, dat weten we al. Druk B is druk B. En druk C, ja, druk C, dat zie je hierboven staan, is 2 keer druk A. Maar ja, we weten ook al dat druk A gelijk is aan 3 keer druk B. Dus ik ga dat even vervangen. 2 keer, dat staat er al. En nu vervang ik druk A door 3 keer druk B. Dus er staat er eigenlijk 6 keer druk B. Waarvoor hebben we dat nu nodig? Ik schrijf het hierover op. Druk C is dus 6 keer druk B. Als je nu onze startformule hebt, onze totaaldruk, dus 6,40, is dus gelijk aan druk A plus druk B plus druk C. Maar ik weet dat druk A gelijk is aan 3 keer druk B, dat druk B gelijk is aan druk B en dat druk C gelijk is aan 6 keer druk B. Dus ik herschrijf even mijn formule. Dan ziet het er zo uit. En nu zie je dus dat aan de rechterkant alleen maar één bepaalde druk staat, in dit geval druk B. Hoe ziet dat er nu uit? 3 plus 1 plus 6, want we schrijven die niet, maar die staat er wel. Dus dat wordt dus 6,40 is gelijk aan 10 keer 3 plus 1 plus 6 druk B, als en slechts als. Ik wil aan deze kant van de 10 vanaf. Aan deze kant is dat maal, dus aan de andere kant wordt dat gedeeld door. Dus mijn druk B is gelijk aan 6,40 gedeeld door 10. Is dus 0,64 atmosfeer. Dan hebben we al druk B, maar we weten dus ook dat, dus dat is ons eerste deel, we weten ook dat druk A gelijk is aan 2 keer druk B, of 2 keer 0,64. En dat is dus gelijk aan, sorry, druk A is 3 keer druk B. Dus dat wordt 3 keer 0,64 of 1,92 atmosfeer. En dan rest ons nog de laatste. We weten dat druk C gelijk is aan 6 keer druk B, is dus 6 keer 0,64, of dat geeft ons een totaal van 3,84 atmosfeer.